Ik ben echt een jankbo. Ik huil bijna elke dag wel. Ik denk vannacht. Ja. Het is ook vaak genoeg dat ik gewoon even, dat het gewoon even eruit moet. Daarna gaan we weer door. Ja. Hi, ik ben Zoë Tauran en dit is mijn Vice interview. Nou, nee, ik drink niet heel veel meer. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer drinken. Ik drink ook echt bijna nooit. Ik denk dat dat wel echt al 2 jaar geleden is of zo. Dat ik echt wel dacht van dit gaat echt ver. Ik heb echt veel gedronken. Misschien wel nog langer geleden. Maar ik heb ook wel een fase gehad, nu ik zo nadenk, dat ik echt thuis ook in mijn eentje een wijntje ging doen of zo. Dat wil ik gewoon echt niet meer. En ik had dat ik voor een optreden, omdat ik heel zenuwachtig ben, wilde ik altijd wel een beetje drinken. Maar dat heb ik er nu wel echt uitgegooid. Want ja, stel je voor, je hebt 4 shows of 5 shows in een week. Je gaat die 5 dagen per week drinken. Dat wil ik echt niet. Of dat het een gewoonte wordt. Dus die heb ik er even heel snel weer uitgegooid. Nu moet ik maar gewoon met die zenuwen dealen. Ja. Ik denk wel eigenlijk muziek maken, want ik heb ook geen opleiding gedaan. Ik heb mijn HAVO gedaan en toen ben ik gestopt. Dus toen, ja, als je dat zegt, dan krijgen mensen gewoon paniek van, maar plan B, wat is je plan B, wat is je plan B? En die had ik eigenlijk nooit. Muziek was gewoon plan A, plan B, plan C. Dat was het enige wat er was. Dus er zijn wel andere dingen die ik leuk vind, maar ik heb nooit gedacht van, oh, misschien moet ik toch een andere, want ik wilde wel een opleiding doen, maar uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Als ik iets zou doen, dan zou het een muziekopleiding zijn. Ik zou echt niet in één keer... Nee. Ik zou niet weten wat ook. Ik zou het echt niet weten. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat wel muziek maken. Dat ik dat gewoon heb gedaan. Dat is sowieso bij mijn ouders thuis. Mijn ouders wonen de 1,5 uur, 2 uur hier vandaan. En ja, ik ga elke weekend alsnog heen. Zeg maar, ik zorg dat ik gewoon elke week daar even langs kan. Want ik voel me daar gewoon fijn. Nu ook, zeg maar, ik ben dan aan het verhuizen. En dan denk ik, oh, ik kan nu al niet wachten om in het weekend gewoon lekker naar mijn ouders te gaan. Dus overmorgen ben ik gewoon lekker daar. Ja, dat is gewoon mijn fijnste plekje op de wereld. Ik heb een hele hechte band met mijn ouders en met mijn familie. Je hoort ook wel eens mensen om je heen die denken, oh, ik moet echt even langs mijn ouders. Want ik ben al een tijdje niet geweest. Dat ik denk, hoe komt dat zo uit je mond? Ik ben al lang blij als ik 1 keer in de week of dat ik heen kan. Dat ik er tijd voor heb, weet je wel. Ik bedoel, oké, misschien is niet iedereen zo blessed met een fijne familie, hoor. Dus dat ik kan ook niet, zeg maar, oordelen over hoe een ander daarin staat. Maar bij mij is het echt, ja, ik vind het echt fijn om bij mijn familie te zijn. Ik ben niet een nieuwsgierig persoon, maar ik vraag me soms wel af wat Kanye of zo doet in zijn vrije tijd. Het liefst wil ik in zijn hoofd kijken, maar goed, dat is dan niet het ding. Gewoon bij zulke soort mensen in huis kijken, gewoon hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe? Omdat je bijna in je hoofd zoiets hebt van jullie zijn wel mensen, maar jullie zijn bijna een soort van geen mensen of zo. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook mensen en die doen ook gewoon hun dingen thuis. Dus daar zou ik wel willen binnenkijken, of bij Beyoncé of zo. Ik ben echt een jankbal. Ik huil bijna elke dag wel. Ik denk vannacht, ja. Ik denk over het algemeen dat ik wel echt, ja, veel gevoeliger ben. Dus wanneer ik blij ben ik echt heel blij, hoor. Maar wanneer ik verdrietig ben, dan, ja, ik voel dat gewoon echt heel heftig. Maar ook een reclame met dierenmishandeling, ja, daar kan ik wel even kapot van zijn. Wanneer ik bij mijn ouders, mijn zusje, vooral een film kijk, en dan er is weer iets wat ook gewoon een klein beetje, dat je een beetje emotioneel wordt. Dan kijkt mijn zusje al aan me van, oh mijn god, is ze nou gewoon weer aan het janken? Ik huil heel snel. Ik vind het echt wel fijn, eerlijk gezegd. Klinkt zo raar, maar het is inderdaad een opluchting. Ja, als je dat voelt zo, ja, dan moet je gewoon lekker janken af en toe. Maar het is ook vaak genoeg dat ik gewoon even, dat het gewoon even eruit moet. En dan daarna gaan we weer door. Ja. Wow, dit is een vraag waar ik nog nooit over nagedacht. Denk dan toch iets van Beyoncé, van de Lemonade album of zo. Who the fuck do you think I am?
You remember to know how to speak. Hoe heet die ook alweer? Bad motherfucker got complex. Can you catch me? Hold up. Don't hurt yourself. Sorry. Don't hurt yourself, toch? Jawel, ja, ja, ja. Maar nu ik hem zo hoor, denk ik, of wil ik hier wel mee opkomen als ik kan darten? Nou, dan kom ik daar wel mee op, maar dan met live ben, dat hij gewoon helemaal heftig gespeeld is. Ja.